Hartelijk welkom hier in Krasnapolski. Het ziet er fantastisch uit hier, deze zaal, voor de Amsterdam Business Award. In dat crisisjaar je zo onderscheiden dat je een ijzersterke performance hebt neergezet, dat je genomineerd wordt voor een businessprijs, en daar hebben we echt heel kritisch naar gekeken. En dat was echt een helsterwijk, kan ik u vertellen. Want alle drie de bedrijven voldeden aan alle criteria, kan je zeggen. Dus er zijn eigenlijk in de ogen van de jury alleen maar winnaars. Okay. Goedemorgen Paul, ik spreek met Frank Kromer. Hi. Hi. Hey, volgens mij is het allemaal gedroogd. Dus ik dacht, ik bel eventjes voor een afspraak. Ja? Ja? Hoe laat? Een uur of twee, drie, vier, zeg maar. Ja? 4 uur, oké. Okay. Super, 4 uur, zet ik het erin. Hear the music swing, it's getting to my knees. See the children playing, the seas are just in reach. We zitten hier nu eigenlijk tussen Ransdorp en Holiestad. Daar ligt het Holiestad. En daar, dus, zoals je ziet, is de Stompetoren. De Stompetoren van Ransdorp. Het is een beetje het tussengebied. Je ziet daar het westelijk havengebied. Te zien, maar je bent, 20 minuten, een kwartiertje fietsen. En we zijn hier in deze rust, in deze natuur. Dat is toch heerlijk. Hier, die gutto, die maakt zo'n mooi geluid, vind ik. Hoor je het? Het is zo mooi omdat je het nu, zeg maar, omdat het hier zo leeg qua geluid is, valt het heel erg op en komt het helemaal tot z'n recht. Dat is zo mooi in zo'n stad, hoor je het niet. Ja, ik weet het. En dan breekt de zon door en dan, ja, ach. Het is toch een mooi gevoel. We zijn hier nu in het Vliegerbos. En dit ligt eigenlijk op de route naar Noord, naar Ransdorp. Hier kan je best wel rustige vogels kijken. Het is niet zo druk. Hoor je dat? Dat was een chif-chaf. En je hebt hier spechters, je hebt hier veel best wel leuke soorten. Het is alleen wel een beetje een moeilijk vogel, omdat je, zoals je ziet, het is heel erg dens. Ik weet niet wat het Nederlands wordt, het is heel dicht, niet dicht bevolkt, maar dicht, veel bossage, veel groei. Dus het is lastig om goed vogels te kijken. Dus je moet vooral op geluid doen. Dus je hoort naar je vinkie. De chif zijn heel makkelijk. Chif, 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 chif. Dat hoorde je net. Dit vind je ook, dus je doet hier vooral op geluid. Zie je, hoor die kik? Dat is een kruis van zijn halsbandparkiet. Wat een rust, hè, zo in Amsterdam. Je bent een pontje over en je bent hier binnen 5 minuten. Het is echt letterlijk aan de andere kant van het water, heb je zoveel rust. Je hoort wel een beetje het gemoer van de stad, maar kijk, dit heb je in het Vondelpark niet. Dit is allemaal geplaveid, met asfalt. Ja, volgens mij zit daar boven precies tussen de takken hier een mesje. Je hoort een klein wat niet. Ik was 19 of zoiets. En toen zag ik
dacht ik een soort rare eend. Het was gewoon een fuut. Dat vond ik zo vreemd dat ik niet eens wist wat een fuut was. Terwijl ik allemaal wel nutteloze feiten wist. Wie bijvoorbeeld de machthebber van de zuidelijke staten tijdens de burgeroorlog in Amerika was. Ja, wat is het nou voor onzin? Terwijl je niet eens weet wat een fuut is in je eigen achtertuin. Dus dat vond ik heel vreemd. En toen ben ik me voor gaan interesseren. Ik heb hem hier. Oh, daar zit aan dat dingetje. Godverdomme, daar is hij. Kijk, hier, kom. Daar zit hij. Dat is een holle bas, daar zie je hem zitten. Ja. Kun je erop inzoomen? Kijk, dat is mooi, hè? Godverdomme. Daar zit hij, hoor. Nou, kijk eens hoe hij er rustig zit. Dat is toch mooi. Waarschijnlijk zit het, weet je, hoort hem niet tikken. Het is als een... Kijk, oh man, kijk, dat is een mooi, die zonnestralen erop zit. Godverdomme. Kijk, zie hem. Kijk nou, dat is dan mooi. Het is rood. Het mooiste is eigenlijk als je op zoek bent naar een vogel. Je vindt hem. Weet je, het is toch een, ja, je moet een geluid, je moet er zoeken, je moet kijken, weet je. En soms hoor je hem niet. Dan moet je gewoon mazzel hebben. Het is een groot bos. Zo met die specht, dat is toch tof? Ik vind het dus kicken, weet je. Je hoort hem tikken. En ik kom er naar vandaan, links, rechts, kijk. En ik keer, boom, je ziet hem. En dan vliegt hij weg. En dan zie je aan de andere kant, komt hij weer ergens tevoorschijn. Nou, dat is fantastisch. Dat is gewoon heel tof. Het is een beetje een soort puzzel, weet je. Je bent het zoeken, je kijken en dan vind je hem. Je bent helemaal uit Amsterdam, hè? Niks doet je maar in Amsterdam, denk je dit. Niks. Ja, dat zal weer wat anders zijn als ik vanavond strak in pak bij het Nationaal Asperge Diner moet aanschuiven met een bobo's.